zorgt ervoor dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, stopt het hart even met pompen. De hersenen krijgen dan dus tijdelijk even geen zuurstof meer. Dit kan blijvend hersenletsel veroorzaken. Ik onderzoek wat er gebeurt met het brein wanneer het misgaat met het hart. En ook hoe je het brein vervolgens kunt helpen herstellen. Om een idee te krijgen of mensen hersenletsel hebben na een hartstilstand, kijken we of er cognitieve problemen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld problemen met het geheugen, de aandacht of het plannen. Om dat te ontdekken gebruiken we een cognitieve test. De patiënt doet dan verschillende opdrachten, zoals het onthouden van woorden, het benoemen van dieren en het tekenen van een kubus. Patiënten doen deze test in het ziekenhuis vlak nadat ze zijn ontwaakt uit coma na de hartstilstand. Na een jaar testen we de cognitie met meer en uitgebreidere tests, omdat we benieuwd zijn naar hoe het gaat met de patiënt op de lange termijn. Bij deze test bijvoorbeeld moet de patiënt zo snel mogelijk cijfers en letters afwisselend in oplopende volgorde met elkaar verbinden. We meten zo de snelheid en flexibiliteit van het denken. Als patiënten het opvallend minder goed doen dan dat we verwachten, spreken we van een cognitieve stoornis. Dat is een aanwijzing voor hersenletsel. Steeds meer mensen overleven een hartstilstand, want er hangen steeds meer AED's op toegankelijke plaatsen en er zijn veel mensen die kunnen reanimeren. Goed nieuws dus. Maar de keerzijde is dat er dus ook steeds meer mensen rondlopen met hersenletsel veroorzaakt door een hartstilstand. Door goed in kaart te brengen wie deze mensen zijn, hopen we ze sneller te kunnen behandelen. We onderzoeken op dit moment of cognitieve revalidatietherapie, een behandeling om de cognitieve problemen te verminderen, helpt en de kwaliteit van leven na een hartstilstand verbetert.